Hier Radio Oranje. Landgenoten uit alle delen des Rijks en Nederlanders daarbuiten vertoevende. Het is een van de meest iconische radioprogramma's uit de vaderlandse geschiedenis. Radio Oranje. Via de BBC in Londen werd het uitgezonden naar door de Duitsers bezette Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juli is het 80 jaar geleden dat de eerste uitzending de ether werd ingestuurd. Op Radio Oranje deed de Nederlandse regering verslag van het laatste nieuws om tegenwicht te bieden aan de Duitse propaganda die vanuit Hilversum werd verspreid door de nazi's. Het meest memorabel van Radio Oranje zijn de toespraken van koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk. In 5 jaar Radio Oranje zou ze er ruim 30 voordragen. Op 28 juli 1940 is de stem van regeringswoordvoerder Adriaan Pelt als eerste te horen in het nieuwe programma. Nadat het geuzenlied Merk toch hoe sterk op het orgel is gespeeld, neemt Wilhelmina plaats voor de microfoon. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Al heeft ook de vijand den vaderlandse bodem bezet, Nederland zal den strijd volhouden. Een week later is prins Bernhard te horen. Hij vertelt over de eerste verjaardag van zijn dochter, prinses Irene. Hij spreekt zijn hoop uit op een spoedige bevrijding. En in de zekerheid dat een overwinning van de goede zaak ons spoedig weer bijeen zal brengen, zo weten wij ook dat vandaag ontelbare Nederlanders nauw met ons verbonden door banden van aanhankelijkheid en liefde onze kleine Irene gedenken met de bede dat een spoedige vrijwording van het vaderland haar schoonste verjaardagsgeschenk zal zijn. De toon van de uitzendingen was volgens critici te gematigd tegenover de bezetter en veel te ambtelijk van taal. Toch was er wel ruimte voor bijvoorbeeld humor op Radio Oranje. De cabaretgroep De Watergeus schreef een spotlied over Adolf Hitler. Of mijn adel wou gaan varen in een scheepje op de zee. Of mijn adel overwaarie, neem vooral toch Herman mee. Want dat is toch zo'n lekkere dikker. Engeland drinkt zijn thee, Winston Churchill ook nog kalm zijn sigaren. Maar Hitler die krijgt grijze haren. Dat is niet waar, zegt Goebbels. Op Duits gebied vallen de bommen. Dat is niet waar, zegt Goebbels. Tegen het einde van de oorlog werd de toon wel wat opzwepender, maar werd het ook moeilijker om naar Radio Oranje te luisteren. In 1943 moesten Nederlanders hun radio inleveren van de Duitsers. Alleen illegaal, via een verstopt toestel, kon je doorluisteren. 2 jaar later kon eindelijk een bevrijd Nederland worden toegesproken. Mannen en vrouwen van Nederland, onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze de uren der bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en aan eigen huis.